we hebben eigenlijk gekozen voor Hiboma, omdat we in de jaren voordat we onze bouwgrond gevonden hadden, al een keer contact hadden met een vertegenwoordiger van Hiboma. En dat was eigenlijk heel goed meegevallen. Ja, de voorbereidingsfase was ook heel vlot. De architect van Hiboma heeft een paar keer bij ons langsgekomen om ons idee in kaart te brengen. Tijdens de bouwwerken hadden we dan regelmatig contact met onze werfleider. Ja, dat verliep eigenlijk goed. Wat betreft de materialen hadden wij ook de vrije keuze. Om het samen te vatten, wij zijn eigenlijk heel tevreden over Hiboma. Wij hebben samengewerkt met de architect van Hiboma, dat is vlot verlopen. Ook de contacten met onze werfleider waren prima. Qua materiaalkeuze, qua inspraak hebben we eigenlijk alles kunnen doen wat wij zelf belangrijk vonden. En ook nu, als er iets is, dan is er de dienstnaverkoop waarmee dat contact ook prima verloopt. Wij zijn eigenlijk heel tevreden. Een paar maanden later, dat we van toen nog eens samenkomen met de werfleider en de architect om onze hobby te doen, namelijk pingpongen. Zij komen een keer langs hier en ik ga dan een keer bij hen langs. En leuke sfeer nog altijd.